Welkom bij Diana's acrylverfgieten. Ja, ja, daar ben ik weer een keer en weer met een doek van 50 bij 50. Omdat de vorige toch niet helemaal de bedoeling was. We gaan hem nu proberen met meer zandkleur. En meer proberen toch een strand en een zee te maken. En dan ga ik toch eerst met de veun kijken hoe het uitpakt. En ben ik dan toch niet tevreden dat ik de veun heb gedaan. Dan kan ik altijd nog een zwijp doen. Maar eerst even afwachten hoe het gaat met de veun. En dan ga ik eerst, ja, ik moet het even schudden omdat het al wat langer staat. Maar ik voelde wel dat het niet te dik was. Dan gaan we dus eerst hier nu een laagje overheen brengen. En ik denk als ik dat gedaan heb, dat ik dan bij jullie terugkom. Het doek is nu helemaal besmeerd met één kleur. Het komt niet helemaal over, want hij is iets meer ecru dan op het scherm zie ik nu. En dan ga ik gewoon maar hier nu die banen trekken. Nou ja, oké. Concentratie terugpakken. Gewoon weer. Ja. Nou, ik ga hier maar een paar baantjes opleggen. Oh, hier zit ook wat zilver in. Oh. Oh, mijn dekseltjes zitten vastgeplakt door het verf, omdat het al dus een tijdje staat. Want ik had het al lang gemengd, maar. Oh, dat was nou niet de bedoeling zoveel. Maar oké. Dan doen we van deze nog maar even een beetje dan erbij. Ik ben al bang dat Liana alweer te veel heb. En dan doen we toch ook maar een beetje wit erbij. Maar deze wit is dik, zie ik nu. Maar. Dat is misschien wel goed. En dan gaan we hier toch nog even overheen met dezelfde kleur. Oké. En dan gaan we de veun pakken op hoop van zegen dat ik een keer snel... Tuurlijk valt me branden. Waar ik dus al bang voor was, dat gebeurde. De statief viel om in het doek. Nou ja... Nu staat het niet zoals ik wil dat het staat. Dus dit vind ik, sorry, vind ik zo irritant. Wel fijn, want je zag dat ik langer doorging, want ik wilde het dus ook helemaal hier naar beneden hebben. Nou is precies dit hoekje dan niet gelukt. Oh, oh, zit de maden er ook in? Nou, sorry, één hoekje, kan ik niet tevreden over zijn. Ja, maar nu. Wat vinden we hier nu van? Ik vind het op zich wel mooi, maar nou mis ik toch wel mijn celletjes als ik heel eerlijk ben. Zie je, je hoort toch dat deze brander krachtiger is. Oh. Hij is alleen snel leeg of ik vul hem niet goed genoeg. Maar normaal bij die andere is het 1, 2, 3. Maar... Deze denk ik wat meer of hij is sneller leeg omdat hij er meer kracht zit. Ja, nou mis ik wel mijn zelletjes. Maar ik vind hem wel erg mooi, dit stukje. Ga ik het uitblazen? Dat lukt niet, want daar ligt blijkbaar dan te weinig verf op, denk ik nog.
En ik heb trouwens ook geen kracht om te blazen meer, dus dat is hem niet. Maar ja, ik mis nou toch wat. Dus ik ga toch nog een stukje door. Krijg ik daar spijt van? Maar dan doe ik wel alleen die onderkant hier dan. En ik moet zeggen, dat blauw, in die blauw heb ik dus zilver gemengd. En ik vind dat een hele mooie kleur geworden. Ja, dan laat ik de bovenkant wel zo. Maar ik mis toch echt wel mijn celletjes nu hoor. Dus ik ga toch even in een kleurtje siliconen stoppen. Ja, ik mis toch mijn celletjes mis ik nu. Om iets meer, terwijl ik vind het prachtig hoor hoe die is. En ik vind het, maar ja. Oh, krijg ik een spijt? We zullen zien. Ja, ik doe gewoon de onderkant opnieuw. Maar ik doe er inderdaad wel meer verf op, omdat ik dus het meer uit wil spreiden. Normaal gesproken doe je een beetje, omdat je natuurlijk maar twee kanten op wil. Maar ik wil het nu gewoon iets meer, ja, dat ik het ook echt naar beneden kan doen. Dat de benedenkant druk wordt en de bovenkant dus rustig. Oké, opnieuw! Nu komen er wel cellen. We missen natuurlijk alleen nu wel het donkerblauwe erin. Dus nou zou ik eigenlijk toch een rietje moeten pakken. En pas op, Liana. Nee, ik mis gewoon een beetje donkerblauw. Kijk of dit ook zo werkt. Meer donkerblauw in. En wat laat ik nou weer mijn brander? Valt hij? Is hij nou weer gevallen? Oh nee. Oh, zie, is hij weer. Is er minder kracht op? Even uitzoeken hoe dit werkt met deze brander. Hij is in ieder geval lekker ingeburgerd. Oh jee, nou zit het daar ook. Blauw. Nou ja. Nou is hij alweer leeg. Maar je kan dus met de föhn, dus echt gewoon, zoals wat ik nu doe, gewoon helemaal het verf verdelen met de föhn. Je kan natuurlijk ook zo'n baan gewoon doen, met een rietje doen. Je kan het echt op acrylverf gieten, kan je op zoveel manieren. Maar het is echt een kwestie van doen. Uitzoeken, wat vind je leuk. Op een gegeven moment weet je wel door je ervaring een beetje wat voor effect het kan, laat maar zeggen, het kan worden. Dus dat is dan... Ja, dus ook hier precies natuurlijk. Dit vind ik alweer net niet mooi. Ja, ik weet het. Prietje. Precies. Even kijken, hoe gaan we dit nou... Zie, want daar ligt al bijna geen verf meer op. Maar hier zit weer blauw in. Oh jee. Sorry. Ja, dat zit er bij mij gewoon in. En dat blijft er denk ik ook in zitten. Alleen nu is het weer te hopen dat dit natuurlijk geen
dikke lagen wordt. Met je föhn het doek aanhalen. Oh, ik had er zo'n zin in, maar nou ja, zoals je gemerkt hebt van het begin van de video, liep het niet helemaal zoals ik wilde dat het ging. Dat is dan weer een beetje jammer, maar oeps. En er ligt vrij veel verf op. Ja, maar toch ga ik het niet te veel bewegen, want er gebeuren hier nu zulke mooie dingen met cellen, dat de echt hoop dat het niet te dik is, het verf. Want met te dik verf, weten we, dan kan je gaan barsten. Dus daar ben ik nu een beetje bang voor. Maar ik wil hem dus niet het verf eraf gooien. Want echt, ik krijg hier nu zulke mooie cellen. Alleen hier op dit hoekje komt het canvasdoek net een beetje tussendoor. Maar dat kan ik wel een beetje. Oh jee. Nou ja, ik laat hem met rust voordat ik hem gewoon verknal. Ik ga jullie dan laten zien wat er dus hier aan cellen nu gebeurt. En op hoop van zegen dat hij dan goed opdroogt. Sorry voor dus weer een ongemakkelijke video. Ik wilde het helemaal perfect doen. Dat kan je natuurlijk eigenlijk nooit. Maar niet dat hij zo rommelig werd in ieder geval. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot een volgende vlog, schildervideo of kaafjevideo. Doei! Nou, dit is hem dus geworden. En dit keer alleen met de föhn. Toch niet als swipe. Nou, dat ziet er nog rommelig uit. Maar ik hoop dat dat zich een beetje uitlevelt. Dat het geen verdikkingen blijven. Hoop ik. En ik ben toch wel blij dat ik er uiteindelijk siliconen bij heb gedaan. Dat ik toch celletjes heb. Dat maakt het toch, vind ik, even wat leuker. Ja, er is heel veel verf afgevallen. Dus dat ga ik nu ook even opvangen. En ik ga hem even nu ergens anders neerleggen. En dan ga ik dit dikke verf wel een beetje uitblazen. Zodat het zeker geen ophopingen worden. En dan hoop ik van zeker dat het niet gaat barsten. Want er ligt gewoon heel veel verf op. Ja, ik omdat het niet zo ging zoals ik wilde dat het ging, voelt het nou iets minder bevredigend. Maar ik weet zeker dat ik hier zo meteen echt heel blij mee ben. En zij hopelijk ook.